Ja hoor, kuiltjes graven. Vinden ze weer leuk. Een hele goede morgen allemaal. Ja. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag alweer dinsdag 23 juni. Vandaag is de dag dat mijn moeder lekker jarig is. Ja. Dus mam, bij deze alsnog van harte gefeliciteerd. Ik heb u net al aan de telefoon gehad. Dus ja, het is vandaag dus dinsdag 23 juni. Het is nu bijna 9 uur. Dus ik loop wel lekker buiten, lekker op tijd. Want het wordt gewoon warm vandaag. Dus ja, en Roderick is nu even lekker aan het werk tot met 11 uur. Dus wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hello. We zijn gewoon weer in de meerderheid thuis. Nee. Jij vindt het leuk om naar andere mensen toe te lopen, maar ik niet. Nee, want we moeten 1,5 meter houden, ja. Moet je kijken hoe dit mooi loopt. Leid, loop jij eens door. Kap. Ik hoor een lijn op de grond. Ja, maar zeg maar, ik ben oud. Ja hoor, kuiltjes graven. Vinden ze weer leuk. Why not? Vinden ze leuk. Ja, joh. Dames, jullie zitten nou wel in elkaars vaarwater, dat weet je, hè? Hey, hallo. Ja, joh, tuurlijk. Ga bezig. Heb jij nou weer voor beest? Ja, jullie zitten zelf in jullie eigen vaarwater. Ik vind het best. Kom eens hier, schatje. Hier, lijn. Lieve schatje, poot. Ja? Is het gedaan? Oh nee, nog niet. Ga je mee? Nou ja, lekker druk bezig met video editen. De hondjes liggen lekker. Hier ligt Lady. En dan liggen de twee zusjes waarschijnlijk lekker buiten. Ik zal eens even kijken. Ook. Het is lekker warm buiten. Warm de kalm en van tante Corrie. Yes, kijk. Hier ligt
lichter in. Daar. En dat lichter. Mevrouw 2. Nee, want mijn moeder die heeft dus contact met een soort van pleegmoeder van haar. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Hoe moet ik dat uitleggen? Mijn moeder die was getrouwd. Haar man is dus helaas overleden. En haar man die had dus een soort van pleegmoeder. Hij had dus een pleegmoeder. En daar heeft mijn moeder dus nog steeds contact mee. En zij heet dus Corrie. En dat, ja, die noem ik dus tante Corrie. En die is ook dus op onze bruiloft en alles geweest. Dus ja. Maar ze is dus nu gezellig en bij mijn moeder op bezoek op en op de verjaardag. Dus ja, ik hoop dat het gewoon gezellig is. Wij kunnen er helaas niet bij zijn. Wij zijn er al geweest op haar vervroegde verjaardagsbezoek. Alles in verband met de coronamaatregelen. Hè, dat je alles dus nu in etappes moet gaan doen. Dus ja, dat doet mijn moeder ook. Maar gewoon een knuffel geven, dat doen we wel. En ja, mijn moeder en ik. Dus, maar er zijn er al een hele hoop mensen die niet meer eigenlijk het handhaven op en op de anderhalve meter. En vooral naar je eigen familie niet. Dus, en ik ook niet. Nee, ik ga geen anderhalve meter op mijn moeder toepassen. Ja, in het begin wel even, maar nou niet meer. Het is klaar, punt. Ja, toch. Nee, ik zit even lekker onderuit gezakt in mijn bureaustoel. Terwijl ik ook altijd zeg tegen vrouw van rechtop zitten. Maar dat doe ik ook zo meteen wel. Ja. Maar ik heb Roderick ook aan de telefoon. Met mevrouw en meneer gaat het ook goed hier in de kooi. Ja. En Lady ligt daar lekker. En dan liggen gewoon de zusjes lekker op balkon. Helemaal best, helemaal top. Ja. Het wordt vandaag warm. Ja. Dus we moeten even alle voortzorgmaatregelen al nemen voordat Ro hier komt vandaag, straks. De zonnescherm hier beneden, naar beneden halen. De voorbalkon lekker open houden, want daar is zo meteen de schaduw. Nou, Roderick die moet sowieso nog aan zijn studie. Nou, hij vindt vloggen moeilijk. Dus die zien jullie niet qua zelf vloggen. Ik heb het gisteren met hem erover gehad. Van, joh, ga jij dan even vloggen, want ik ben weer pleiten. Nou ja, vandaag ook weer. Morgen ben ik wel gewoon weer de hele dag lekker thuis. Dus dan hebben jullie het lekker met mij te doen. Roderick die moet gewoon morgen weer werken tot 11 uur. Nou, dus dan zien jullie morgen ook gewoon weer lekker gezellig, Roderick. Misschien dat we er nog even tussenuit gaan, maar dan moeten we even kijken. Misschien dat het gewoon te warm is dat ik gewoon lekker in het zwembad ga. Lekker, heerlijk, verkoeling. Ja. Dus, nee, maar dan moeten we even kijken hoe en wat. Dus, maar sowieso, vandaag ga ik ook weer lekker de hoort op. Ik neem jullie niet mee. Nope. Dus jullie hebben het nog eventjes te doen tot en met een uur of twee met mij. En dan even lekker een soort van 3 uurtjes rust van mij. En ik van de telefoon scheelt weer. Dus ja, komt wel goed. Ja, dan ben ik nog even gezellig met jullie en bij jullie. En dan zien jullie Roderick ook nog even, want hij gaat echt niet alleen vloggen. Vindt helemaal niks. Nee. Waarom weet ik niet, maar maakt ook niet uit. Wil jij die dan eventjes erin doen? Ik ga zo meteen lekker de hort op. Ik heb mijn bikini mee met mijn handdoek. Ik heb met iemand afgesproken, maar die wil ook niet op de vlog. Dus ik ga ook niet vloggen. Nope. Dus ja, dan ben ik weer lekker rond een uur of 5:30, 6 weer thuis. Ik kan Roderick even lekker zich focussen op zijn studie. Yep. Dan ben ik lekker pleiten. Dat is leuk. Ja, ik zeg ook niet met wie ik af heb gesproken. Want diegene wil ook niet met zijn naam en alles in de vlog. Maar diegene weet wel dat ik gewoon aan het vloggen ben. Dus ik neem lekker mijn drinken mee. Is lekker koud. Heerlijk. Lekker koud. Lekker koud. 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 Dit is lekker koud. Moet je voelen. Dit is lekker koud. In je nek. In mijn nek? Nee, niet in mijn nek. Dat is gevaarlijk. Nee, dat is niet gevaarlijk. Dat is koud.
Dat is lekker koud. Het voren koud zelf. Tegenover te slaan, nee, dat doe jij zelf. Dus ja, ik ga er lekker van tussen en jullie zien mij vanavond wel weer terug. Ja, yeah, nou, ik ben even alweer een hele tijd thuis. Ja, we hebben even lekker samen in bad gezeten. Die zien jullie hier achter mij. Yes. Dus ja, dat is wel even lekker. Lekker even samen een beetje een dag doorgepraat. Roderick heeft alles ingevuld wat hij in moest vullen voor zijn studie. En voor zijn studie. Dat heeft hij dus nou gedaan. Hij heeft gevraagd of ik er even naar wou kijken. Want ja, ik ken een hele hoop dingen vanwege mijn ex die dus ook in de beveiliging zit. Dus ja, dus dat. En we gaan zo eventjes wat eten. En ja, dus dat eigenlijk. Nou, Draakje die zit lekker daar. Nou, de jongens die vinden het leuk om hier dus een... Dit is meneer hier. En dat is mevrouw. Goldie. Ja, dat is mijn... Ja, meisje. Ja, wijfie. Oh, wat denk je? Ik moet er ook maar wat bij wezen. Nergens nodig. Ja. Ze moeten nog een beetje wennen aan deze grote bak hier. En dat komt vanzelf wel. Hè? Ja, komt vanzelf wel. Ik ga ze zo meteen even lekker even naar beneden knallen. Nou, ik loop dus even buiten. Zonder de honden. Want Ro en ik hebben dus even woorden gehad. Maar ik probeerde Ro dus te bellen. Maar hij heeft gelijk de telefoon doorgeschakeld naar mijn mobiel. Handig. Dus dan ga ik even naar Roderick toe lopen. Want ik weet zeker dat hij thuis is. En even als twee volwassen mensen praten. Want ik zei al van, loop dan eventjes een rondje. En dan praten we er zo wel weer over. Nou, dat heeft veel zin. Ja, dat heeft zin. Dus ja. Even kijken wat daar uitkomt. Nou, ik ben dus weer gezellig thuis. Ja, Roderick is ook alweer lekker thuis. Alleen, we hebben net een heel goed gesprek gehad. En ja, inderdaad, het is gewoon lekker weer een leuke miscommunicatie. Hij begreep mij niet en ik begreep hem niet. Ja, en dan word je wel eens eventjes kribbig. En, maar ja, het is allemaal weer opgelost. Komt ook wel weer goed. Maar vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer hier eventjes. En het belletje aan. Hier kun je ergens een duimpje omhoog doen. Als je toch bezig bent, laat even een leuke reactie achter. En dan zien jullie mij morgen gezellig weer bij een gloednieuwe vlog. Dus tot dan. Doei!